Vandaag heb ik een nieuw alleen van Super Meat Boy. De vorige keer heb ik besloten om level 8 te skippen. Ik ga verder met level 9. En hier weer het nieuws. Nieuwe mechanic. Kijk eens, hier ben ik aan. Meat. Aangenaam. Meat Boy. Ik ga op de platform. Mijn handen er ook bij kan. Nee! Screw you! Hoppa, zo, zo. En dan zo. En dan hier naartoe. Kijk eens. Sleuteltje is open, de kap is open. Ik kan er doorheen en het ding vallen natuurlijk. Maar wat gaat er? Oh, dat stuk. Doordat dat stuk dus open gaat, kan ik dus erdoor. Handig. Okay, laatste keer nog heel leuk worden. Nee, niet zo. Zo. Kijk eens aan, jongen. Hoppa. Boven naar beneden. Oké. Okay. In ieder geval, ik heb wel voor de kaart in om dat op te kunnen gaan springen. Ik word heel wat water. Ik dacht dat ging wel goed. Laten we doen maar naar boven. Zo, even wachten hier. Ik denk dat het hoe sneller kan ik doodgaan. Zo haast heeft het stuk eigenlijk ook nog niet eens. Dat ik alleen net niet casual kan doen. Zo. Dan zo. Een klein beetje even wachten. En dan jump. Bijna. Dan naar beneden toe. Die kant op. Nee, ik moet een hele ronde wachten.
naar hier. Zo moest die. Level completed. Over 5 minuten. Nee, dat is zo. Dit. Eén van die hier maar in probeert te landen. Redden eigenlijk, wat ik dit doe. Maar het proberen. Oké. Okay. Hoeveel E plus halen nu? Dat moet ik niet zo gaan doen. Dit. En dan. Zo, en dan. Zo. Dan. Oh ja, dit level. Over. Dezelfde weg weer zo goed als terug. Dit wel halen. Even jumpen. Die dingen zijn echt verschrikkelijk. Dat is zo vrij snel haal bij. Oké, wat moet helemaal gebeuren? Ik heb een flauw idee. Twee keer dit kan doen. Oké, okay, handig, maar dat is nog wel. Nog heel mooi gebruik maken van de assets die je hebt. Dit is echt zo'n level die geskipt wordt met speedrunning, puur omdat het echt te langzaam is. Echt wel zien. Maar moeilijk is hij volgens mij niet. Waar ik precies moet springen eigenlijk. Maar dat vind ik heel veel levels zo. Daar. Wat is hier nog? Wat is hier de bedoeling van? Oh, die dingen. Ik word echt aanschouwd als verschrikkelijk. Dit ding echt gewoon zoveel entities worden. Hij heeft er 8 fouten zit of zo. Kijk, bijna. Ik heb flauw idee hoe ik het beste kan doen. Ja, bullet maar. I am bulletproof. Klopt zeker hoger dan. Ik ben gewoon niet zo bulletproof als ik dacht. Dat is echt een verschrikkelijk level. Oké, dat is niet heel anders terug te rennen. Hè? Ja, kom er maar bij. Ja. Daar ben ik geramd. Kijk naar mijn stats, hoe vaak ben ik al dood gegaan? Dat. Oh god, dit level. Dit ken ik al wel. Dit was echt een hel. Ja, moet ik zo meteen hier naartoe springen? Twee verschillende manieren halen volgens mij. Maar zo moest dat, ja. Ik zie hem al. Ik wil wel goed doen. Kijk, maar via die kant kan hij er nou nooit bij. Wat ik moet doen, is even iets terugrennen. Ik kon het gewoon echt niet doen, eigenlijk. Iets terugrennen.
Complete it. Die was best wel vrij net. Right? Wow, we don't Engels hebben gedaan. Right? Oké, dat was gewoon lullig. Zo, en dan. Almost. So first, let me use the jump. Nope, not like that. Just sitting fresh. Okay, daar moet ik echt voor rennen, anders kan ik die nooit halen. Ah. Oeh, ik heb gewoon niks, omdat ik die ineens kan halen. Dan ben je gewoon dood. Wat? Dat was net level. Dat was gewoon noob. Dat was gewoon heel slecht. Dat was toch gewoon shala. Oké, dat is ook niet. Ook niet. Nope. Ik ben er gefixeerd op. En dat moet ik niet doen. Oké, okay. Ik heb echt neiging om dit level binnenkort gewoon te zeggen. Skip it. Dat is echt gewoon te lang op vastleg zitten. Dit level is echt heel moeilijk te zijn. Zeker hoog is het helemaal niet moeilijk eigenlijk. Alleen ik doe net alsof het heel moeilijk is eigenlijk, zoals ik gewoon ga bepalen. Done. Ah, de scherm is aan het spacen. Oh god. Hell no. Kan ik hem vanaf hier al laten triggeren? Nee. Moet zo meteen zo snel mogelijk. Ik kan eigenlijk op springen en dan iets proberen te ontwijken. Wow, die zou ik niet aankomen. Die vind ik nog iets agressiever dan ik had verwacht. Dan moet ik wegspringen. En dan moet ik daarheen. Kan daar maar even ontploffen, heb ik er geen last van. Maar het is bijna wat ik bedoelde. Kan dit trouwens? Ja, het kan. Alleen niet echt aangeraden. Even te zien. Wegjumpen. Dan spring ik hier naartoe. Nee, dat mag niet. Oké, nu weer deze kant een keer op. Daar heb je ontploft. Dan spring ik wel hier naartoe, oké? Ik heb nu nog faal, ja, ben ik gewoon boos. Maar ik heb hem. Wat is hier? Oh. De bedoeling is dus dat ik hierin kan ontwijken. That's pretty annoying. En dan...
kan dat even gaan doen. Nog een keer dat ik deze eerder keer speelde en dan stond ik op die brug elke keer. Kun je vanaf daar ook alles te ontwijken. Maar dat is ook geen optie, want dan krijg je dat soort situaties. Ja, perfectly timed situation. Ah, ik dacht, ik ben er op tijd, maar nee, dus. Kijk, mijn zicht was aan de zijkant. Het helpt. Oké, ik was beneden. Zodat hij ook weer naar beneden ging. Dit ding is dat ik hier van zoveel mogelijk in beweging blijf. Jump, run, en dan niet splashen. Dan moet ik nog 5 keer ontbijt hier. Zelfs dat het niet heel moeilijk moet zijn. Maar mijn spot is ook zo goed tussen 2-3 seconden of zo en dan komt het volgende weer. Direct erachteraan. Bijna. Naar dit level heb ik mijn stats gaan checken. En dan weet ik hoe de fuck ik dood ben gegaan. En bovendien kon het zelf gaan uitvechten of ik noob ben of niet. Ik wil het nog even doen in de poll, dan weet ik precies hoe lang ik weer op kijk. Of ik noob ben of niet. Done. Great. Great E. Oh, ik heb de post trouwens unlocked. Dus zo te zien. Kijk, hoe vaak ben ik doodgegaan? 401 keer. Nou, vind je het leuk? Laat een like achter, iets abonneren en tot de volgende keer. Doeg.